Om nou te zorgen dat we onze dennenboom kunnen creëren en later tijd te kunnen bezwaren bij het toevoegen van een texture, moeten we eerst twee add-ons aanzetten. Dit doe je door naar Edit te gaan, Preferences en dan bij Add-ons typ je in Note en zorg je dat je Note Wrangler hebt geselecteerd. Daarna typen we 3 en zorg je ook dat je Sapling 3 Gen hebt geselecteerd. Nu gaan we naar Paint, want we gaan eerst de tekstje maken. Dan hebben we dat alvast gehad. Die voor mij is in het Engels, als die voor jou in het Nederlands is. Het principe is hetzelfde. Dus we drukken hier bovenaan om dit lijstje te krijgen. Drukken we hier naar het rode vinkje. Dan zorg je dat beide uh, kanten 1024 bij 1024 is. Druk je op je vergrootglasje, zoom je uit met de rechtermuisknop. En dan pak je dit vierkantje hier. We willen geen. Uh, buitenlijntje hebben we willen het alleen vullen en we gaan het vullen met een waterkleur. Dan gaan we naar kleur 2 en dan maken we die zwart. drukken we in een leeg veldje en slepen we onze muis naar het hoekje toe. Dan laten we los en dan kunnen we deze hele texture omhoog slepen zodat hij perfect in het hoekje zit. Sla deze op. Eenmaal terug in Blender dan gaan we naar dit lijstje toe met shift A en dan hier beneden staat sapling 3 gen. Wanneer je hierop drukt zie je al een standaard boom. Wij willen met een dennenboomsoort gaan werken. Om dat nou te doen, moeten we hier in dit lijstje klikken en dan drukken we op small pine. Wanneer je deze ingesponden hebt, moeten we een aantal aanpassingen doen en dan zal je dennenboom gecreëerd zijn. Het eerste wat we gaan doen is veranderen geometry naar branch splitting. In mijn branch splitting kun je het aantal takjes verhogen. Vroeger verhogen deze naar 250, maar omdat deze takjes een beetje te dik zijn moeten we nu de dikte veranderen. We veranderen branch splitting naar branch radius en bij branch radius als je deze waarde hier omhoog schaalt zie je dat de takjes kleiner wordt, oftewel ik typ in 1.75 en deze vind ik prima zat. Ik geef naar voor aanzicht zodat je goed kunt zien wat ik nu ga doen, want we veranderen branch radius weer naar geometry. Nu is het zo dat de takjes niet goed verdeeld zijn. We kunnen dit simpel omhoog zetten, of we kunnen dit veranderen naar 0, en dan zijn onze takjes verdeeld. Om de boom nou iets puntiger te krijgen en wat minder rond, moeten we deze twee waarden hier helemaal op 1 zetten. En dan zie je nu dat het iets meer puntiger is en minder rond. Het volgende wat we gaan doen is zorgen dat de takjes wat lager hangen en dat het middenpunt van de boom ook daadwerkelijk in het midden hangt. Dat doen we door geometry-lijstje te openen en dan naar Branch Growth te gaan. Als we deze openen zien we heel veel opties. Het enige wat we hier gaan veranderen voor het middenstuk is de Vertical Attraction. Als we die omhoog gooien, dan zie je dat het stijver wordt. Je kunt zelf een waarde bepalen. Ik typ in een waarde van 35. Om nog een klein beetje een kronkeltje in te gooien. Om dan de takjes iets meer naar beneden te laten wijzen, moeten we deze down angle waarde omhoog gaan gooien. Ik typ in 1, 2, 5. Dit vind ik prima zat. Nu gaan we naar leaves. En voordat we leaves aanzetten, zetten we de aantallen eerst op 100. Waarom doen we dat? Zodat als we de waardes van de uh, leaves gaan veranderen, oftewel de naalden die je hier aan kan zetten, dan zal het minder zwaar zijn voor blender. Na het inzoomen kun je heel goed zien dat onze naalden een beetje te groot zijn. We gaan de grootte hier veranderen van punt 20 naar punt 10. En ik vind ze iets te dun, dus ik maak ze dikker. Ik verander deze naar 0.04. En dan vind ik deze naalden de perfecte grootte hebben. Voordat we verder gaan, hetgeen wat we nu willen doen is even terug naar Geometry gaan. Dan typ je hier een naam in. En dan... Klik je op export preset. Wanneer je dit doet, zal jouw boom hier in het lijstje komen te staan, mocht je hem nog een keertje willen gebruiken. Dan, wanneer je dat gedaan hebt, gaan we terug naar leaves. En in mijn geval verander ik dit van 100 naar 1000. En dan, wanneer Blender even zijn tijd heeft opgenomen, zul je nu je bladeren, of in dit geval de naden, zien verschijnen. Ik geef naar het vooraanzicht, want het volgende wat we gaan doen is we gaan de stam wat langer maken. Dat kunnen we doen door in Edit Mode dit puntje aan te drukken en deze naar beneden te verplaatsen. En dan kun je hem op de rode lijn zetten. Ik verander het nu naar kleurenmodus, want we gaan nu eh, een tekstje toevoegen en kleur aan onze naalden. Dus ik schuif dit omhoog. Ik voeg hier een nieuwe materiaal toe. Veranderen we de tijdlijn naar Shade Editor. En omdat we nu uh, een add-on voor de notes hebben uh, aangeklikt, drukken we op deze en dan simpel op Ctrl-T, zodat de rest automatisch wordt toegevoegd. Nu openen we onze texture die we net gemaakt hebben. En wanneer je texture hebt toegevoegd, zie je nu dat het verticaal wordt uitgeschaald. We willen het horizontaal hebben. Dat kunnen we doen bij de rotatie. En in dit geval de z-rotatie op 90 te zetten. En dan zie je nu dat die uh, beter staat. Alleen vind ik hem nog. Iets te groot. Dus we gaan ook de grootte hiervan veranderen. Dat kun je doen door simpel shift ingedrukt te houden en dan te klikken op de eerste waarde: je muis naar beneden te slepen en dan los te laten. Dan kunnen we 2.5 intypen en dan verandert alles mee. Ik vind hem nu een veel betere grootte hebben. Ik vind ook dat er iets te veel reflectie is. Dus we veranderen de reflectie van punt 5 naar punt 8. En dan nu moeten we onze schors een kleurtje gaan geven. Dat gaan we doen door een color ramp toe te voegen. Dus op Shift A kunnen we naar Search gaan. Typen we in color ramp. En dan kun je hem zo op de andere lijntjes neerzetten. Nu gaan we de zwarte kleur een donkerbruine kleur geven. Zoiets als dit is mooi. En dan de lichte kleur gaan we een iets lichtere kleur geven. Dat is meer uh, ja, de buitenkant van de schors. Een beetje donker. En dan vind ik het een mooie waarde om hem op punt 4 te zetten. Nu is het zo dat onze texture erg plat is. We gaan het even wat meer diepte geven. Dat kunnen we doen door een bump map toe te voegen. Dus we openen weer met Shift A Search. Dan typ je in bump. Die zet je hier neer. Dan pak je hier bij color nog zo'n draadje. Die zet je in de height. De height wordt bepaald door de donkere en lichte kleuren. Dan doe je normaal in normaal. En dan zie je nu dat het iets meer detail heeft gekregen. Ik vind het zelf iets te sterk, dus ik zet hem op punt 4. En als ik dan een beetje uitzoom, dan krijg je wat meer een idee van een schors in plaats van alleen een bruine kleur. Je kan natuurlijk zelf bepalen eh, wat voor waardes en kleur je hier aan toevoegt. Het enige wat we nu nog hoeven te doen, is de naald een kleur te geven. Is heel simpel. Je drukt op de naalden, je drukt opnieuw. In dit geval gebruik ik een beetje een groenige kleur, zoals dit. En dan heb je hier je dennenboom. Heb je nou vragen, verzoeken of wil je gewoon jouw kunstwerk laten zien? Kom dan naar mijn Discord, je kan een link vinden in de beschrijving van deze video. Heeft deze video jou geholpen? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken.